Beste mensen allemaal, welkom in de zaal. Het is weer nieuwjaar, maar het is nog lang niet klaar. Het is nog oorlog in Irak, al steekt Saddam in boevenpak. De vogelgriep hangt in de lucht, dus het is verdacht als een kieken kucht. Patrick de Waal die heeft een lief, maar zit nu zonder huisgerief. Zo'n jaar dat vliegt voorbij. En je bent altijd weer blij dat je dit alles hebt overleefd, al heeft de aarde vaak gebeefd. Wat moet je daarvan denken? Het is tijd om klare wijn te schenken. We rekenen ermee af, want hier is Koppens Raf. Raf Koppens, laat u maar eens goed gaan. Raf Koppens, veegt u zorgen van de baan. Raf Koppens, nee het is nog niet gedaan. Jawel, hier komt hij aan, geef hem een daverend applaus. Raf Koppens. Bedankt, bedankt. Bedankt. Dank u, dank u, dank u. Het is al gedaan met klappen. Oké, ja. Dus, nee, het is goed. Stop, stop maar mee dus. Dat ik nog iets kan vertellen ook. Want, nee, maar in feite, ik ben niet zo optimistisch als je het afgelopen jaar overschouwt. Dus, de Chris wel super pompen, maar in feite, ik ben niet zo optimistisch. Veel ambras gaat af afgelopen jaar. Veel natuurrampen. De actie Hoop. Het was toch goed gekozen, hè? In Pakistan, alle stenen liggen daar op een hoop. Dus, niet zo slecht gekozen eigenlijk. Maar voor de rest, dat was niet alleen Pakistan, er was ook een tsunami. Je had ook de bosbranden in Portugal deze zomer, aardbevingen. Hè? Dan de orkaan in Amerika, hè? Heb je dat niet gevolgd? De orkaan in Amerika, New Orleans. Orkaan Katrina, 3000 doden. Hè? 5 door de storm, de rest doodgeschoten door het leger omdat ze in de kolder een banaan hadden gepikt. Ja, jongens. Ja, maar de Amerikanen, je ziet op een andere, ze zijn er overal direct bij, maar in hun eigen land, ze weten niet wat ze moeten doen. Hè? Hè? Een week na de ramp kwam Bush daartoe, samen met zijn vader. Bush debiel en Bush seniel. I'm gonna give my support to all of you. En er was niemand meer. Hij stond er alleen. Ja, ik dacht dat ze de volgende benefiet al ging aankondigen. Dat ging beginnen. I'm gonna organize pop concerts for you with the Rainmakers and with the Waterboys and with Katrina and the Waves and with wet. That I'm gonna do. Yeah. Ik zeg, Bush moest daar geweest zijn tijdens die ramp zelf. Om al zijn rechtsgedachtegoed te laten wegwaaien en dat dan opvullen met water. Dat moest. Maar dingen is ook geweest, Bill Clinton. Een week na de ramp, Bill Clinton. Ja, die dacht dat Katrina een stagiair was op het gemeentehuis van New Orleans. Ja. Had zijn sigarenbandjes al bij. Echt waar, die wist niet dat dat een orkaan was. Ze vroeg het naar CNN. Mr. Clinton, what do you think about Katrina? I tell you, never had sex with that woman. And Mr. Clinton, what do you think about Wilma? I tell you, never do sex with Flintstones. Tell you one thing, with women, nothing can trouble. Yeah. Want ja, in feite heeft hij gelijk. Hè? Dus hè, waarom geven ze die orkaan anders allemaal vrouwennamen? Zitten er hier vrouwen in het publiek? Steek de hand lekker op. Nee. Ja, dat is toch waar? Allee, dat is, ik weet, had Katrina, Wilma en Rita had niet terzelfde tijd gekomen, er was niks gebeurd geweest. Hè. Dan waren die gewoon een koffie gaan drinken en dat was opgelost. Dus, hey, maar nu komen die apart, die zijn nukkig en onberekenbaar en op het einde veranderen die van richting. Hey, maar ze kunnen geen kaart lezen. Dus. Ja, de mannen applaudisseren. Hey, maar, dat is toch waar? En als orkaan daar, als ze liggen rondjes draaien in de Golf van Mexico, dat gaat ook niet, hè? Want ze kunnen niet parkeren, dus ze moeten vooruit. Ja, ja. Nee, man, die orkaan, jongen. Maar Bush vind ik echt een kalf. Hè. Bush, dat niet zo baas van Amerika als ik sta. Die babbelt altijd met titels van liedjes. Moet dan lekker op luisteren. Zo. I gotta find Saddam, I gotta find Bin Laden. Right on, Bin. 9-11, that's the way we spell New York. I got cocaine running around my hula hula. Nee, en van de jaar toen het bij Verhofstadt was in het begin van het jaar, dat was ook met titels van liedjes. Yeah, I tell you guy, everything I do it for you. Yeah, because you're the first, the last, my everything. And I tell you, I'm so excited and I just can't hide it. And about lose control and I think I like it. Snappie, snappie, kleine krokodil. Nee, dat... Hey, en dan de gie, je hebt me 1000 keer beloofd. Ja. Wat moet je daarop antwoorden? Hè? Ja. Maar ik vind... Also, die orkaan en zo, ik vind dat spijtig dat dat hier niet gebeurt. Wij hebben dat niet. Alleen in Vlaanderen, dat zou toch tof zijn als zo boven Bras gaat zo. Kun je dat voorstellen als een orkaan boven de villa van de Fafs? Hey?
Jean-Marie, pas op. Kelly, wat verdomme. Hoe is de pompen? Is ze weg? Pinkjes gaan drinken misschien. Kelly, op de water. De lampenkap gaat tegen haar kop vliegen. Pas op, Kelly. Wat verdomme. Hé, Jean-Marie, wat doe je hier? Zeg, jongens, een orkaan is dat gesponsord. Hé? Ja. Jean-Marie, pas op, het water gaat weg. Zeg, jongens, dat water, is dat plat of is dat brug? Zeg, ja. Maar kom, orkaan, mijn gat zo. Wat ik ook zo eigenaardig vond, dat waren die bosbranden daar deze zomer in Spanje en Portugal. Ja. En daar, dus, die bosbranden zijn dan deze herfst overgewaaid naar de Parijse voorsteden. Maar ja, en omdat ze daar geen bomen hadden, waren het de auto's die spontaan in brand vlogen. Nee, dat waren de auto's die spontaan in brand vlogen. En die zijn allemaal in brand gestoken door jonge allochtonen. Ja. En toeval of niet, was juist het einde van de Ramadan. Dus die gasten lopen zot van honger, dus wat doen die? Die beginnen zot te doen, die beginnen auto's in brand te steken. Hè? En de politie gaat er dan op af met een waterkanon. Dat vind ik totaal belachelijk, hè? Met een waterkanon. Allee, zo kun je die gasten toch nooit niet vangen? Je moet daar geen waterkanon op afsturen, maar een kebabkraan. Hè? En dan gooi je daar een netje over en gept ze. Dus, allee. Nee, maar... Pas op, nee, maar van... Voor de rest geen racistische moppen, want ik heb volgend jaar al veel aan bras gehad, dus... Ja, het is waar, hè. Het is toch waar, hè. Maar nee, geen racistische moppen van de jaar, want ik zou niet graag hetzelfde tegenkomen als Theo van Gogh. Nee, als een omvergeschoten, een extremistische moslim. Nee, doordat een veel te grote muil had. Nee, ik zou dat niet graag tegenkomen, hè. Pas op, het had zelf uitgelokt, want Van Gogh was ook geen normaal, hè. Ik kan me goed voorstellen dat Van Gogh zo op straat een extremistische moslim tegenkomt en zegt... Hey, schapenuiker! Hey, is dat een vuurtje voor mij? Hey, een vuurtje voor mij? Hey, en dan die Marokkaanse moslim, met veel plezier. Pooh, hey. En hij lacht daar. Nee, maar het is niet dat je zegt schapenneuker, het is de manier waarop, dat stoort die mensen. De arrogante, provocerende manier, dat stoort die mensen. Dat hij zegt schapenneuker tegen een moslim, ja, dat vindt dat niet erg. Je ziet dat als een compliment. Ah ja, dat is teken dat een schaap kan krijgen. Dus, hey. En volgens de Koran, ze mogen ze mee schapenneuken. Ze zijn in regel, ze kunnen niks misdoen, dus ze mogen mee. Hey. Een moslim dat zegt, oh, vanavond, ik krap onder de wol. Dat is teken dat ze schapen... Ja, ja. Enfin, allez, kom. Amuseer je zo een beetje? Ja, zeker. Nee, we gaan niet te veel over de buitenlandse miserie babbelen, dames en heren. Ik ga ook een beetje babbelen over de binnenlandse miserie, hè, over een tv. Het is niet iemand voor VTM is, maar ik weet nog al van daar op Canvas dingen gezien. Je hebt de grootste Belg. Ho, de grootste Belg. Jongens, nog nooit zo'n hoop losers bij elkaar gezien. Zeg, als je, ja, zo Conscience en Vesalius en Merckx en Pater Damiaan. Hey, Pater Damiaan, oh, dat is een grote Belg. Hey. Pater Damiaan, ja, 40 jaar van zijn leven gesleten met een Melaanse op Molokai. Hey. Zijn dat een grote Belg? Een domme kloot, zei dan. Ja. Ja, maar uw eigen leven daar gaan riskeren. Hey. Ten andere, in die tijd, er was meer miserie hier in Vlaanderen als kinderen op Molokai. Hey. Maar nee, op Molokai een beetje gaan amuseren en dan wat lachen en drinken en dan wat fuiven en met de vrouw van de Melaatse liggen vogel dat er de stukken van afliegen. Hey, dat heeft men gedaan. Jongen, hier, we zijn mensen, hè, op een ambabouwtje eiland. Ja, ja. En beginnen gaan amuseren. Hier, we zijn mensen, was zijn plaats. Ja. Maar nee, zeg het, dingen heeft dat gewonnen omdat men verdedigd is geworden door Jeff Vermassen. Ja. Jeff Vermassen heeft de Vuster verdedigd, maar ze gaan er niet blijven mee lachen, hè, als hij niet weer een factuur opstuurt. Ze zullen maar lachen, ja. En ik zeg het, hè, buiten Vlaanderen, hè, het interesseert niemand wie het er grootste Belg is, of kleinste Belg, hè, of dikste Belg, dat interesseert de mensen geen bal. Ik was van de week bij de meeneem Chinees. Ik zeg tegen de jongen, zeg, jongen, hè, voor wie heb jij gestemd voor de grootste Belg? Wat dacht dat wel aan? De grootste Belg? De baant Everest. Kijk eens. Ja. Zie je het, hè, dat interesseert die mens niet, hè. Hij is ook verstaan, meneer. Allee, vooruit, oké. Ik ga niet blijven wachten, hè. Dus, of dingen, Janssen van Janssen Pharmaceutica. Hey, Janssen van Janssen Pharmaceutica, hey, zo ook een tweede. Hey. Dat had er medicamenten op de markt gebracht, geen één dat marcheert. Hey, en hij stond er twee keer in de lijst. Hey. Hij stond er twee keer in, want door zijn pillen heeft die merk zoveel koersen kunnen winnen ook. Dus, Of dingen, Daans, uitvinder van de vakbond. Hey, is dat zo goed, uitvinder van de vakbond? Hey. Of de kinderarbeid afgeschaft. Hey, is dat zo goed, de kinderarbeid afgeschaft? Nu zitten ze van 's morgens tot 's avonds naar Samson en Gert te kijken. En tegen dat ze 20 jaar zijn, kunnen er geen lap meer mee aanvangen. Dat zijn allemaal lam- en tamgevoerders de jonderd. Ja, allemaal dans en fout. Nou, ik verschiet ervan dat Gert Verhulst in top 10 stond. Hè. Gert Verhulst was Samson en Gert. Bij de grootste Belg. Hè. Maar ja, pas op. Ik zou het hem gegund hebben, want die jongen heeft het niet gemakkelijk gehad. Hè.
van de jaar zo, hè, iedereen hem in de steek gelaten. Hè. Eerst is Elif AK3, dan Samson. Dus, de jongen heeft een zwaar jaar gehad. Hè. Pas op, die Rostov AK3, dat kon ik verstaan. Hè. Het leeftijdsverschil was te groot. Hè. Zij 30 en hij mentaal 6. Dus, maar ja, als je gans je leven tegen een ons spreekt, je wordt daar kind van. Hè. Dat, jongen. Die moest in top gestaan. Of, nee, dat ik in top 10 gevat, Jan Koenen van Picanol. Jan Koenen van Picanol, ja, die dat 300 miljoen op een jaar verdient. Dat vind ik, als je dat kunt voor niks te doen, nou wel, chapeau zeg ik. Dan heb je mijn respect als je dat kunt. Hè. Dat is waar, 300 miljoen per jaar verdienen. Ik heb dan eruit gerekend, die verdiende per uur 165.000 Belgische frank. Ja. Dus als een gast overdag dat ik er 5 minuten naar het toilet ging, hè, had hij nog 20.000 frank verdiend. Hè. Dat noem ik geld scheiden. Als je dat kunt. Het is toch niet te plat voor de rest, hè? Dus... Nee, maar ja, kom. De grootste Belg. Enfin, ja. In Wallonië hebben ze Jacques Brel verkozen. Nee, dat is Jacques Brel verkozen op nummer 1. Nee, dat is ook al zo'n een uitslover, Jacques Brel. Zo. Ach, Marieke de Brugge, zonder liefde, warme liefde. Die gast kan hem inzetten zo, en transpireren en beven en trillen op dat podium. Zonder liefde, warme liefde. Man. Want die kost maar 1 optreden doen op 2 weken. Hè. Dan was die een moe zo. Hè. Dus, als je dat vergelijkt met Gert Verhulst, doe je er 10 op een dag, hè, zonder dat het moe is. Hè. Voor evenveel betaald. Hè. Dus, maar Jacques Brel, ja, een optreden, die moesten ze wegvoeren met 900. Gert Verhulst, die gaan naar huis met geldtransport. Hè. Dus, die is slimmer dan die. Nee, maar ik ben van de jaar ook naar een Tour de France geweest. Ik ben van de jaar een Tour de France geweest met de regionale zender, met Kanaal 3. Ik moest daar... moest daar spotjes draaien over sportmannen, over coureurs natuurlijk. Ja. En ik heb zo onder andere Lance Armstrong geïnterviewd. Ja. Hij heeft niet geantwoord, maar ik heb hem toch geïnterviewd. Al wat ik hem vroeg, interesseerde hem geen bal. Nou, hij heeft geen bal meer. Hè. Dus, een enige vent zonder kloot naar zijn lijf, die wint een Tour de France. Allee. Goed bezig, zeg ik. Ja, maar je moet daar niet mee lachen. Hè. Lance Armstrong zo met zijn lief, met Sheryl Crow altijd. Hè. Dus je moet daar niet mee lachen. In Amerika, dat is het celebrity-koppel. Hè. Dat is de bekendste sportman met de bekendste zangeres. Hè. Dat is gelijk als hier Tom Bono zou beginnen met La Estrella. Van dat niveau. Maar Tom Bono heeft de lief, die gaat dat niet doen. Hebben de lief verloren. Werkt met drugsdelinquenten. Ja. Heeft nog een eindwerk gemaakt rond Frank van den Broeke. Dus, Hey, maar de boon is goed bezig. Hey, dat is, als komiek, je kunt daar niet veel mee doen eigenlijk. Hey. Die gast wint. Hey, die heeft Paris-Roubaix gewonnen, Ronde van Vlaanderen, wereldkampioenschap, 2 ritten in Tour. Zo. Dus als komiek, je moet daar een keer mee lachen. Maar ja, die gast, die boer niet, die spreekt normaal, die stottert niet, die lispelt niet, die heeft geen piepstem, die gaat niet vreemd, die spuit niet, die slikt niet, die doet niks. Ja, geef mij maar een museum. Hey. Eerlijk gezegd, jongen, met die gast kun je iets mee doen. Hè. Dus, die heeft kevers, die heeft wespen, die gaat bij de veearts, die gaat bij gesneden brood. Allee, dat is, Maar Tom Bono, ja. En die klapt normaal. Hè. Dat is ongelooflijk. Die gast die klapt normaal. Die heeft 300, 400 kilometer gereden en 2 minuten na de aankomst staat hij al interviews te geven. Ja, ik heb vandaag een beetje moeilijk gehad. Ik ben 300 kilometer in 2 gereden, maar dan ben ik eruit gekomen. En dan heb ik de spurt nog tamelijk gemakkelijk kunnen winnen, maar de vorm is goed. Ik ben er klaar voor. Hè? Ik versta dat niet. Die gast kan interviews, die kan babbelen voluit. Allee, als Kim Gevaert 100 meter gelopen heeft, hey, een half uur nadien staat ze nog uit te puffen. Hey. Dat is van... Niet gemakkelijk. Mijn spikes. De binnenbaan. Mijn spieren. Maar ik ben tevreden. Ik ben 8e. Ja, hé. Hey. Dan moet daar 100 meter lopen, hé. Hey. Ja, maar die weet niet dat er doping bestaat of zo, zeker? Hey. Die weet niet dat er pilletjes bestaan bij de veearts? Of dat je direct kunt antwoorden als je iets vragen als aan de aankomst? Hey. Die is toch niet professioneel bezig, als je dat niet weet, allee. Oh, dat moet niet lopen, hè, 100 meter. En in de winter als de banen krimpen, 60, hè. Dus, en dat... Enfin, genoeg geleuterd over de sport, dames en heren. Wat ik verder over de tv. Nee, maar zijn wij van de jaar op één.